En dan zo eroverheen. Ja, dan word je een pro. Veel harder, zachter. Ja, gewoon wel op en neer gaan. Heb ik dat mijn hele jeugd gedaan. Seks. We lijken er geen genoeg van te krijgen. In Sexperts delen verschillende soorten sekswerkers daarom hun verfrissende blik op seks. Ze geven tips en tricks en delen hun eigen hete ervaringen. En vandaag hebben ze het over aftrekken. Ik weet niet, ik zat gewoon op mijn kamer en dacht van, het voelt best wel goed of zo om dat te doen. En toen heb ik dat mijn hele jeugd gedaan. Ja, ik denk dat het voor iedereen anders is. Maar je weet voor jezelf wat lekker voelt. En daar ga je op een gegeven moment mee spelen. En dan naarmate je ouder wordt, ga je steeds meer merken wat je echt prettig vindt. En dan ga je dan op een bepaalde manier ga je daar vorm aan geven. Dus ja, dat gaat heel geleidelijk, denk ik. En dan denk je van, oh, weet je wel, je maakt een keer een bepaalde beweging of zo. Je zit er even aan en je gaat heen en weer en denkt, oh, wel best wel goed. En dan ga je het gewoon verder ontdekken. Gewoon door doen. Gewoon vastpakken en dan ook vragen van, ah, vind je dat lekker? Vind je dit lekker? Hou je hiervan? Geef suggesties. Een kwestie van doen en op een gegeven moment merk je wat je lekker vindt. Bij mannen is het al vrij makkelijk. Zodra er wat uitkomt, is het geslaagd dus. In tegenstelling met andere meisjes kan ik mezelf aftrekken. Dus ja, ik heb het bij mezelf geleerd. Bewegen. Ja. En dan vind je vanzelf uit wat lekker is. Het proberen gewoon te gaan doen en communiceren met mijn bedpartners. En dan probeer ik verschillende technieken uit. En ja, verschillende bedpartners hebben me verteld wat ze fijn vinden, dus dan weet ik dat dat werkt. Op een gegeven moment ga je omhoog in de levels, zeg maar. Ja, dan word je een pro. Ik pak hem eigenlijk gewoon vast en het eerste wat ik eigenlijk doe is vaak teasen, dat vind ik leuk. En dan ga je daar eigenlijk een beetje mee spelen. En dan ga ik eigenlijk gewoon zulke bewegingen maken, harder, zachter. Dan ga je richting de ballen, dan masseer ik de ballen mee. Maar je kan ook het huidje zo naar achter trekken en dan... Dan kan je over die knop heen. Je kan ook hier blijven hangen af en toe. Weet je, dat je alleen over de kop heen gaat. En je kan ook omdraaien om zo vast te trekken. En wat je ziet is al die, weet je, die draaiende beweging. Van de top tot aan de ballen ga je gewoon naar beneden. Sommigen vinden het lekker als je een gil even met de top speelt. Of als je met het veldje speelt. Dat kan natuurlijk ook als je een voorheid hebt. En voornamelijk gewoon veel op en neer gaan. En je hebt zo de draaimethode. Ik vind het zelf ook licht eraan hoe gevoelig de eikel is, maar ook wel eens leuk om gewoon zo te spelen met de eikel, een beetje de eikel te masseren. Onder dat randje kan heel erg lekker zijn. Je hebt ook dat aansluitpuntje van de voorhuid bij de eikel. Dat is voor sommige mannen echt een hele sensatie als je daarmee speelt. Of zachtjes, wat kan je hier doen? Zachtjes aaien bijvoorbeeld. En dan zo eroverheen. En dan kan je hier snel overheen gaan, hieronder zorgen dat het harder gaat. Boven wat lichter en dat moet je vochtig blijven houden om er snel overheen te gaan. Dat het niet beschadigt en dat hou je de hele tijd vol. Maar vooral over de eikel blijven gaan, dan komt iemand wat sneller klaar. Dat je een beet pakt, huidje naar achter eroverheen gaat. Dan op een gegeven moment twee handen eroverheen gaat zo. Dat je dan met je ballen gaat spelen met je ene hand. Met die andere hand ben je aan het aftrekken. Dan draai je op een gegeven moment je hand om en dan maak je deze slagen. Dan geef je hem even over naar je vriend. Weet je, dan trek je met deze trekje af. Voor het klaarkomen is het vaak wel fijn als je gewoon dezelfde methode gebruikt. Maar ook dat is afhankelijk van je bedpartner. Sommige mannen vinden het lekker als je hele lange halen gebruikt. Sommige mannen vinden een harde knijp lekker. Anderen willen juist heel losjes of zonder de voorhuid eroverheen. Dus communiceren is gewoon heel erg belangrijk. Misschien kan je er een vuurtje. En een beetje snelheid ook. Dit gaat hem ook nooit worden natuurlijk. Onder de balzak naar je kont heb je zo'n stukje. Dat is heel gevoelig. En heel veel mensen vinden het echt lekker als je daar met je vinger of je tong overheen gaat. Ja, dat verschilt bij iedereen, denk ik. De ene houdt het van snel, de ene houdt het van rustig, de ene houdt van veel glijmiddel te gebruiken. Dus ja, de beste techniek bestaat niet. Bij iedereen is het anders. Dus. En dat is aan jou de truc om uit te vinden wat goed is bij die persoon. Ga er een beetje mee spelen. Word jezelf steeds beter in. En je kan ook zien wat je met de jongen kan doen. Want je kan zijn hele ziel uit zijn lijf trekken op zo'n manier. Sorry vrouwen, maar echt, ik ben nog nooit door een vrouw goed afgetrokken. Echt waar. En wat ze bijna altijd doen, is ze pakken dat ding vast en ze gaan gewoon helemaal achter. En mijn voorhuidje gaat gewoon helemaal zo helemaal en dat doet zo fucking veel pijn. Het gezicht van de man.
Ja, meestal zegt dat wel genoeg. Als dat zo goed uitziet, of meestal niet zo goed uitziet, zeggen de vrouwen altijd, dan ben je goed bezig. Hier zeg maar, zie je zeg maar zo'n streepje ook zitten. En daar zeg maar dan, zeg maar waar je voorhuidje zeg maar zit met je eikel. Als je gewoon een beetje gewoon zo houdt, pas omdat je het helemaal zo doet. Als je voor de eerste keer iemand tegenkomt die topje ervan af heeft, dan gebruik ik heel veel glijmiddel. En ik vind ook voor een vrouw is het ook wel belangrijk dat ze heel bewust kijkt naar de man of die wel genoeg voorvocht heeft of er misschien wat anders nodig is. Dat ik niet een droog apparaat heb en dat ze er dan maar meteen aan zitten trekken. Een zesde versnelling, dan wordt hij ongelukkig van ofzo. Gewoon rustig beginnen, harder opbouwen en dan iemands grens zoeken wat lekker is. En niet er volop voor gaan. De ene is gewoon heel gevoelig en ik kan heel wat hebben, maar je moet niet te hard trekken, nee. Ben jij een vrouw? Ik kan je goed aftrekken. DM op Insta, let me know. We gaan even kijken hoe goed je echt bent. Oké. Okay. Ja, hij zit erop. Ja!